Iedereen spreekt al jaren over de grote metamorfose van Utrecht Centraal. Maar het blijft nu niet meer bij praten. De eerste bouwvakkers lopen rond op de perrons om het station een behoorlijke facelift te geven. Nou, boven mijn hoofd zit u geen kappen meer. Naast mij nog wel. Die liggen hier inmiddels op de grond. ProRail haalt op dit moment de oude perronkappen naar beneden. Die passen niet in het nieuwe hypermoderne stationsgebied dat er uiteindelijk moet komen. De spoorbeheerder is blij dat het werk nu eindelijk begint. En wij niet alleen, je merkt het ook in de stad. Bij de viering van de eerste paal van de Vredenburg, van Muziekpaleis. Hoge Catharijnen was vorige week nog in het nieuws met de nieuwe Hoge Catharijnen. Nou, zo zijn we allemaal hartstikke blij dat we eindelijk kunnen beginnen. Zo moet het er over 5 jaar uitzien. Een herkenbaar station met glazen perronkappen, waardoor je veel licht binnenkrijgt. Bovendien komen er in die nieuwe kappen ook zonnecellen. En daar is over nagedacht. Enerzijds puur energieopwekking. Het energie wordt gebruikt om de roltrap en de verlichting op het station te laten draaien. En anderzijds is het een symboolfunctie. Je moet je voorstellen, elke dag komen er ongeveer 200.000 mensen op dit station. En die mensen worden dan dagelijks geconfronteerd met duurzaamheid, zonnecellen, recht boven hun hoofd. Buiten een gat, houtruimhout erin. Het is een ambitieus project waar ook de werklui met veel plezier mee aan de slag gaan. Wat wel hier bijzonder is, is dat wij onder een doorgaande exploitatie moeten bouwen. Dat betekent dat de treinen, de reizigers, alles gaat door. En wij moeten daartussendoor werken met groot materieel, met veel materiaal. En toch moeten we net doen alsof we er niet zijn, zodat de reizigers geen last van ons hebben. Maar is dat wel haalbaar op een station waar dagelijks ruim 200.000 reizigers komen? Er zullen uiteraard altijd mensen klagen. Ik denk dat we heel goed in staat zijn geweest om mensen tijdig te informeren met flyers. Er wordt om de kwartier wordt omgeroepen dat het spoor 5 buiten gebruik is. En je moet je voorstellen, het is maar 1 van de 15 sporen die hier dagelijks in gebruik is. Het perron waaraan spoor 5 en 7 liggen is als eerste aan de beurt. De bouw van de nieuwe kappen duurt ongeveer een half jaar. Als dit klaar is, schuiven de werkzaamheden een perron op.